vaak. Dat gaan we zien. We zijn heel benieuwd. Kijk eens. En de minister komt op de fiets of niet? Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje de trend natuurlijk nu, hè? Goedemorgen. 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 Wat een gezellige ontvangst hier. Ik ben Albert van der Spek. Ah, hoi. Van dit bedrijf. Ja, we doen zo, hè? Ja, we doen zo. Welkom hier in Bergzoek. Helemaal officieel. Perfect. Helemaal goed. Hey. Ja. Nou, ik denk dat het super belangrijk is dat het kenteken op al deze voertuigen komt. En aan de andere kant gaat ook de snelheid, de maximumsnelheid, naar 40 kilometer. Zodat ja, de gevaarlijke situaties met inhaalacties, omdat er een voertuig met 25 kilometer voor je rijdt, ja, dat is dan ook verleden tijd. Dus ik denk aan alle kanten winst voor de verkeersveiligheid. Gaan de wegbeheerders daar ook op inspelen? Gaan die ook die rondwegen openstellen voor het langzame, zeg maar, verkeer waar ze nu eigenlijk die weigeren? Jazeker, want die afspraak hebben we ook met elkaar gemaakt. Die wegbeheerders wilden ook graag die APK en die kentekenplicht. En in ruil daarvoor kijken zij echt hoe dat op de beste manier kan. Het zal niet helemaal overal kunnen, maar we hebben afgesproken een ja-tenzij-beleid. Dus ze moeten heel goed uitleggen waarom het dan eventueel niet zou kunnen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook goed komt. Je ziet het ook aan de voertuigen. Ze zijn eigenlijk er al jaren voor ingericht. Luchtremmen, camera's overal op. En dat laatste stapje, even een kenteken erop. Ja, misschien, ja, het is eigenlijk heel normaal. Het is eigenlijk, het kan eigenlijk niet anders. Het is een van de laatste in Europa, hè? Dus het werd ook wel tijd. Het werd ook wel tijd, maar goed. Gelukkig stond u ook een beetje aan de wieg, zei u net. Dus dat vond ik ook wel mooi. En nou mag u hem bijna in je eigen woonplaats overhandigen. Ja. Dat is toch ook mooi? Zeker. Dus, en wij zijn er blij mee. Bedankt. Hartstikke goed.